het randje. Het is een mooie dag met veel zon. De kou lijkt het van de zon te verliezen. Onder de bladeren op de grond wordt het al lekker warm. Torretje Toe wrijft zich de slaap uit de oogjes. Hoe lang heb ik wel niet geslapen? vraagt hij zich af. Hij weet daar niet precies antwoord op. Heel veel weken heeft hij onder het warme bladerdek liggen slapen. Oh, Toitje Toe rekt zich uit, duwt het grote blad omhoog en kruipt eronder vandaan. Het felle licht doet pijn aan zijn oogjes. Door de toegeknepen spleetjes kijkt hij de wereld in. Hier, aan de rand van het bos, is vast wel wat te beleven. Hij heeft het nog niet gedacht of er staat plotseling iets heel groots voor zijn neus. Even later volgt er een nog veel groter, rond ding. Er komen heerlijke geuren uit. Daar wil ik meer van weten, mompelt het beestje in zichzelf. Nieuwsgierig komt hij dichterbij. Hij klimt tegen het grote, ronde ding op. Dat gaat heel gemakkelijk want het lijkt gemaakt van stokjes. Mensen noemen het een mand. Maar ja, hoe moet torretje To dat weten? Eenmaal boven wandelt hij stevig door. Dan strakelt hij over een stuk uitstekend riet en... hij tuimelt in de mand, midden tussen het lekkers. Jemine, is me dat schrikken? Boven hem... Laten mensen stemmen. Vrolijk en druk door elkaar. Af en toe verdwijnen er lekkernijen om hem heen. Het wordt er steeds leger. Gelukkig liggen er nog lekkere kruimels op de bodem. Hier kan ik mijn buikje wel mee vullen. Dan ineens begint alles te schudden. Wat is dit allemaal? zegt Dorritje Toh Do hardop en krabbelt zich achter zijn voelspriet. Dan volgt er een grote schok. Het wordt donker om hem heen. Een zacht gebrom begint. Na een tijdje wordt het stil. Een droge klik. Een zee van licht. Verbaasd, maar niet bang, kijkt hij om zich heen. Na het picknickavontuur is hij met mand en al op het aanrecht beland. Wat zijn mensen groot? Wat ziet hun hol er vreemd uit? En wat staat er allemaal in? Torretje To valt van de ene verbazing in de andere. Nieuwsgierig geworden, klautert hij behendig over de rand, zodat er nog meer te zien is. Wat een leuke zonnetjes hebben de mensen in hun hol! Dan wordt hij ruw opgepakt en op de hand van een mensenkind gezet. Hallo, klein kevertje, met je mooie schildjes. Door de glanzende gloed die de lampjes op het panzer van To veroorzaken, heeft het kind Torretje To ontdekt. Hoe heet je? Heb je een naam? vraagt het. Torretje Toe, en jij? antwoordt Toe haastig met zijn zachte, hoge stemmetje. Maar mensenkinderen kunnen dat natuurlijk toch niet verstaan. Hun oren zijn daar niet voor gemaakt. Het kleine meisje houdt haar hand vlak bij haar ogen. Ik heet Lisa, maar dat zul je wel niet kunnen horen. Ze is een beetje teleurgesteld, omdat ze niet met het torretje kan praten. Daarom loopt ze snel naar buiten om het naar de voortuin te brengen. Wat zal het torretje hier weer gaan beleven?